Dames en heren, geachte collega Bartz. Ik heet jullie van harte welkom op dit persmoment voor de inleiding van een gedenkplaats aan de Bakkerstokken. Het is een klein torentje, maar je weet het niet. Als Abdurkhal een toren zoekt, dan kijk zo omhoog bij je links een zippertoren vindt, dus dan weet je een toren is meer ooghoogte. Het is een klein torentje, er zat een Antwerpse burgemeester in, die vandaag zijn eigen stad stinkt door het gros van de senioren. Alleen nog gekend is naar een straatnaam. Voor jullie denk ik natuurlijk, hij heeft niets aan een straatnaam. Dan kunt u de vraag stellen, als Van Stalen dat vergeten is, wat staan we hier aan te doen vandaag? Ik ga Percy Shelley even quoteren, een van de bekendste Britse romantische dichters. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the deserts. And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, you mighty, and despair. Nothing beside remains. Mijn voetstappen staan altijd heel diep in het zand. Zo ben ik hier, als een afdrukker. Van Stralen in 1567 op de buurtzoek, en hier in Wier werd het gevat en ondersloten. Was het een dijkbrug? Het werd voor elke Vlaming duidelijk dat Alva kwam om een schipbrug te vestigen, maar zelfs om leven terug te keren. Er is een brain drain in de geschiedenis van onze beide steden. In Lien is dat nooit helemaal te boven gekomen en wij zijn nooit echt een grootstad geworden. Al hebben we wel een zekere grootstedelijke arrogantie behouden, is Van Antwerpen gelukkig volledig aan zo'n stad. Nu, in die krankzinnige jaren van de 16e eeuw hebben we nog een drama meegemaakt en gek genoeg was weer de Antwerpse burgemeester voor verantwoordelijk. 12 jaar na de dood van Van Stralen komt Jan Julius van Leeuwdaal met een bende beeldstormers naar de Gumaruskerk. En als orgelpunt van hun vandalisme hebben ze de poppen van Sint Gumarus, ons patroonheilige, verbrand met de stadsrechten van Lier als aanmaakpapier. Dus ik denk dat ze moeten u geruststellen. Wat je hier ook de komende tijd gaat uitvreten, het gaat nooit zo erg zijn als uw voorganger. Dat is toch heel goed. Als we dan straks die plaats van Stralen bedoelen, dat is niet louter een eerbetoon aan één burgemeester. Dat is het verhaal van Antwerpen en het verhaal van Lier. En beide zijn meer dan de moeite waard om te herinneren en te vertellen. Ik wacht dat ik oud word voor. Dat zou mij niet willen opdringen. Mijn toespraak is iets langer. Misschien beginnen met een kleine apologie voor mijn voorganger Jan Julius, die hier lelijk heeft uitgehouden, dat moet ik toegeven. Maar ten eerste, hij was een radicale Calvinist en die was eigenlijk maar overwegend katholiek, dus hij kwam jullie overtuigen met zijn argumenten. Twee, hij had heel veel centen nodig om het staatse leger te financieren. En dus altijd beter het geld elders te gaan halen dan hun eigen geld te geven. Dat is in Antwerpen een houdende devies. Dat trouw volgen, de burgemeester, zoals u wel weet. Ik ben alleszins vereerd om hier ontvangen te worden in uw stadhuis. Het is net zoals het Antwerpse stadhuis UNESCO Werelderfgoed. Dus dat is één ding, maar twee, belangrijker, het is gebouwd door een Antwerpenaar. Jan Pieter van Bouwerscheid, de Jonge, in 1740. Iemand die men in Antwerpen ook alleen maar kent van de Van Bouwerscheidbaan. In Deurden, mijn naam, waar ik woon. Maar die dus een beroemde architect was van de 18e eeuw. Ik zal voor het overige geen neerbuigende opmerkingen maken over Lier. Integendeel, het is met grote bewondering dat ik kijk naar de peiling die in jullie stadsmuseum nog altijd loopt, waarbij de leraars nog altijd kunnen kiezen, universiteit of schapenmarkt. En als ik me niet vergis, staat de schapenmarkt nog altijd op kop, dus met die brain drain zal het wel meegevallen hebben, zeker in de 16e eeuw, denk ik dan maar. Maar dat zegt ook iets over de volhardende identiteit van deze stad aan de Nee. Een stad die trots mag zijn op een roemrijk verleden. Lier staat gelijk aan plezier en in onze geschiedenis wordt dat vooral gemarkeerd door wellicht het belangrijkste huwelijk dat in het tweede millennium van de Europese geschiedenis heeft plaatsgevonden. Ik overdrijf niet, denk ik, in 1496. Philips de Schone, Johanna van Castilië zijn hier getrouwd, Sint Gumarus gekregen.
hebben elkaar nog nooit gezien. Maar zijn per onmiddellijk in het Hof van Aragon verdwenen en zijn patroonentrek daar terug verschenen. Johanna de Waanzinnige had daar bijna niet gestolen, denk ik. En u hebt ons toen het nakijken gegeven, heel letterlijk, want Johanna was in natuurbelang gekomen met 20.000 mensen in haar gevolg. Ongelooflijk goed geweest in een stad van toen, misschien een goede 50.000 mensen. En iedereen was verbaasd dat ze naar Lier vertrok. En hij, Philips de Schoon, dat is zijn vader, Maximilian van Oostenrijk, in Schloss-Straatsburg, ik heb het goed gezien, het is echt het bezoek waar. In Tirol, want die was daar nog eens van jaar, een soort vrijgezellen. Dus die moet ook verwonderd geweest zijn dat hij zijn toekomstige hier in Lier en niet in Antwerpen heeft gevonden. In de stad Lier, zeer dankbaar, zeer erkend dat zij een bijdrage levert om dit alles levend te gaan. Dankjewel, en ik heb ook een geschenk meegebracht, een beetje om het goed te maken wat Jan Julius heeft gedaan. Het is het boek van een zeer, zeer goede auteur over de geschiedenis van Antwerpen. Omdat ik hoor dat ook een prachtig boek over de geschiedenis van Lier is verschenen. Dus stel voor je dat we het uitwisselen. Ja, dat zeker. Ja, dat zeker. Ik ga met de helft. De foto's heb ik dus nu. Ik ben niet zeker dat je dat wil doen. Binnen zit er niks, dus alles uitgevoerd. Maar we hebben hier gelijk, hij heeft een foto's. Ik zie het niet, dus en dan moeten we even kijken. Hallo, achter de mensen.